vodka tot hier. Tequila tot hier. Geen liedje wat je wilt zingen, boy. Een Nederlands liedje. Op de vloer ligt een lege fles wijn die je normaal alleen in. Are we like really late for the game? It's like the last inning. Okay. Yeah, we're a little late. We zijn nog in Nederland. We gaan zo naar San Francisco. Heb je er zin in? Schiphol heeft nu best wel een divers assortiment aan eten. Kijk, ik heb dit. En het is glutenvrij en tarwevrij. Niet dat het nu per se altijd moet, maar dat die optie er is. En het ziet er super lekker uit. En dit was 8,95. Your seatbelt is fastened and unfastened. Like this. For takeoff, please ensure that your seat is upright and your table is folded away. And please raise all window shades. Luister, dit is volgens mij de grootste hotelkamer waar ik ooit in heb gezeten. Hi there. Ga jij, boy gaat rondleiden. Living area. Living area. The view. Oh, tegenover een gebouw. Chocolaatjes. Het bed. Nog een televisie. En dan hebben we de badkamer. Geen badjassen, wel handdoeken. Oh, wel een badjas. En een douche. TL-verlichting. Hier kan ik wel echt goed mijn make-up doen. Kast om je kleding in op te hangen. Oh, nog een badjas. Gewoon, ik kan hier gewoon in. Je kunt hier gewoon iemand verstoppen. Goedemorgen San Francisco! Het is de eerste gehele dag. We zijn gisteravond aangekomen. En de ochtend begon voor mij in ieder geval al heel vroeg. Ik was om 4:45 wakker of 4:30 al. En ik kon niet meer slapen. Koffietje gezet hier op de kamer. En toen zijn we naar de gym gegaan. Wat echt heel chill was. En wat we nu gaan doen is gaan naar de Whole Foods. Ontbijten zo en even een simkaart regelen zodat we gewoon internet hebben. Ik ben in ieder geval een super gelukkig mens. Het is misschien een beetje donker nu, maar we zitten nu in de Pied Piper. Een soort van sportsbar-achtig restaurant. En dan gaan we wat eten. En het hoort dan bij het Palace Hotel waar we in verblijven. En dan mochten we eten. Dus ik ben benieuwd. De kroonluchters achter boy. You like to take a picture the background? Forget to take the picture, that picture. Of that one, yeah. Yeah. I've read a lot about it. Yeah. That's the name of the restaurant. Yeah, the one is sandwich in New York. Okay. And then if you take the picture from the wall, you see the picture? It's like the old style of the you know, like the hotel back there. And then they have like the garden plot in the middle. Dit schilderij wat je ziet, daar is het restaurant ook naar vernoemd. Twee in Amerika zijn er maar.
je wilt. Super fijne douche. Hier heb je gewoon een staafel. Ja, het is echt top. En hier zo'n soort van omkleed hoek. En spiegel. En nu ben ik helemaal happy, voldaan op de kamer. En is alles opgeruimd. Ga ik zo even douchen en dan hebben we een... brunch. Dat was mooi. We hebben dan zo meteen een brunch. We hebben ons eten. Ik heb een French toast met ricotta en fruit en amandelen. We hebben wafels. Roy heeft een tuna salade met avocado. En we hebben hier een onschuldig sapje met heel veel vodka. Cheers, baby. Super lekkere brunch gehad. Wat ben je? Ik ben nu klein. En? Aangeschoten. Dronken. Nee, ik ben niet dronken. Het is pas 2 uur. Ik ben aangeschoten, het is 2 uur vanmiddag. Maar dat was het eerste wat ik had gegeten. Maar hey, daar ben je toch voor op vakantie? Nou, ik moet zeggen, tot nu toe ben ik heel blij met het Palace. Het Palace Hotel, wat vinden we ervan? Straten van San Francisco. We zijn op zoek naar kleding voor boy. We waren net bij de Zara, maar de Zara is natuurlijk veel te duur. Veel duurder dan in Europa. Palmbomen, sfeertje, niet te druk. Oké, dit is heel leuk, want ik heb hier 3 jaar geleden een foto gemaakt van de laatste avond San Francisco. En nu ben ik er weer. Oké, de foto zie je nu hier. Aangezien we over 3 kwartier in de bioscoop moeten zijn, hebben we pizza besteld. Oh, het is gewoon hier. Oh. Nou, dan is het makkelijk. We hebben pizza afgehaald, moet ik zeggen. En gaan we nu gewoon in het parkje pizza eten. Het is wel een beetje afgekoeld. Het was vanmiddag heel warm. Maar goed, dit is de setting. Boy is happy. Tennispizza. Oh, nu al blij dat ik die heb genomen. Oké, let's eat. We zitten in de bioscoop en dit is wel een interessante bioscoop. Want je hebt dus allemaal van die enorme stoelen. Oh, mag niet daar praten. En je hebt knopjes. I discovered oneness with music. You should feel the same. Nee joh, en ik dan? Full rectangle. Ik ga kijken, ik ga liggen, ja? Zo. Zo, het is alsof je gewoon je eigen privé Zo zit je er dan dus bij. Ik ben ook weer terug. Drankje, pizza, boyfriend. Yeah. Wij komen net terug van de bioscoop. Guardians of the Galaxy 2. Ik viel wel een paar keer in slaap. Maar toen werd ik wel weer wakker en toen voelde ik me ook gewoon wakker. En toen viel ik weer in slaap. Met alle lamp. Goed verhaal. Ja, maar ik bedoel niet dat je soort van half slapend nog wakker bent en zo. Ik ook een beetje. Ja, jij ook. Ik vond nooit de slapenfilms. En het was koud in de bioscoop. En het is ook zo dat Amerikanen zijn best wel makkelijk te entertainen. Ze zijn best wel makkelijk, toch? Nou, de hele zaal lag in een deuk. En wij twee zaten echt aan te lachen om hun. Ja, de kleinste grapjes en dan... nou ja, we zijn gewoon Europeanen. Jij zei het heel mooi. Gemaakt door Amerikanen, voor Amerikanen. Maar het was leuk om te ervaren. En nu lopen we terug naar ons hotel. En morgen gaan we weer weg uit deze stad.
Goedemorgen! Ik doe even zo omdat ik echt heel erg inkijk heb. En vandaag gaan we ook San Francisco verlaten, voor eventjes maar. We gaan zo meteen met een Uber even naar de plek waar we onze huurauto ophalen. En dan gaan we met de auto richting Carmel bij de zee. En ondertussen maken we misschien nog een mooie stop. En volgens mij is de weg ook heel mooi daar naartoe. Daar gaan we dan 2 nachten verblijven in een soort van boomhut. Waar waarschijnlijk geen internetverbinding is. Op naar Carmel. Ta-da-da-da. Dit is hem. Dit is hem. Hoe heet hij? Dit is de Ford Mustang Cabrio V6. En we hadden dus de optie tussen deze. En we wilden ook wel echt een zwarte of een rode of zo. Dus we hebben een zwarte. Super mooi. En nu gaat het dak eraf. Oh ja, ik moest plassen. Wat? Ik ga even snel plassen. Bij het huisje aangekomen in the middle of nowhere. En voordat ik het ga laten zien, wil ik gewoon heel even deze scenery vastleggen van het feit dat we in de bossen zitten en dan dus met deze wagen hier zijn. Hele steile weg. Het is echt niet normaal. Ja, hoe ben je hier vanaf gekomen? Skills. Hallo. Waar zijn we? We zijn in Morning Light. Morning Light Cabin met heel veel ramen. Dit is een beetje. Het ruikt naar mijn oma. Ja, het ruikt wel oudbollig, maar dat maakt het juist heel gezellig. Met zo'n kleed. Superleuk bedje. Daar een vuurtje. Is het een neppert of is het een echte met vuur? Buiten? Wat hebben we buiten? Mooi stuff. Dit vindt mijn moeder geweldig. Kijk nou. En je zult misschien afvragen, waar moet je naar de wc? Hier moet je naar de wc. Hier ga je in bad. En dit is de douche. Dus ik hoop niet dat heel koud wordt. Maar dit is wel echt waanzinnig gewoon. En dit is als je naar beneden kijkt. Internet is gewoon vol bereik. Ja? Internet of wifi? Hetzelfde. Yes! Kan ik dit naar mijn moeder sturen? We gaan hier zitten en drankje, een hapje en kaarten met elkaar. Is het wel de kaart hebben? Ja. Life is good. Cabin in Carmel. Ik heb super lekker geslapen. En ik ga ontbijten. En ik wilde wel eventjes een heel leuk uitzicht laten zien. En dit ga ik ontbijten. Kokosyoghurt en noten erin. Wauw. Het is toch bizar, dit uitzicht.
een soort van een hike gevonden. Het was een beetje moeilijk omdat heel veel dingen afgesloten zijn, maar na een beetje informatie vragen zijn we hier terechtgekomen. Wauw. Mag ik het even filmen, de foto die je hebt gemaakt? Dit heeft voor je net. Maar er is dus brand geweest. En dan kun je zien. Jeetje. Kijk hoe zwart het is. Er is brand geweest, waardoor er dus heel veel kapot is gegaan en is verslapt. Toen heeft het geregend, toch? Waardoor het allemaal modder is geworden en het weg is gezakt. Dus daarom is heel veel dicht. Maar je ziet ook gewoon overal de plekken waar er brand is geweest. Drie keer raden waar wij zijn. In en out. Voor je zijn eerste keer bij de in en out. Oké, dat is handig. Sad. Okay. Doei. Doei. Doei, Kevin. Het is vandaag de donderdag hier. We beginnen de ochtend met 600 meter. Maak een flauwe bocht naar rechts naar Lichterse Avenue. Dan een flauwe. En we gaan naar een koffietent. Wij zijn gereden naar San Francisco weer terug en bij de Twin Peaks. Twin Peaks? Ik ruik wel wiet en zo. Mooie ben ik, hè? Oké, dit is het. Tadadadam. Ja, en naar boven. Dit is Boy. Hallo, Boy. En we zijn weer terug in het Palace Hotel. Voor de laatste twee nachten voor we weer terug naar Nederland. Ik had een heel leuk Mexicaans tentje gevonden online. En daar wilden we dus vanmiddag eigenlijk al eten. Maar het was pas open vanaf 4 uur. En dat is niet handig. Het is nu 4:10. En je kan ook niet reserveren. Dus we gaan nu even snel wat snacken voordat we gaan avondeten. En vanavond hebben we een ballgame. Oké, heel veel informatie. Kort samengevat. Snacken, Ubertje bestellen, nog meer eten. En dan naar de ballgame. Yay! We hebben hier cocktails met zeg maar vodka tot hier, tequila tot hier. Let op. Heel sterk. Gegeten bij El Tejo. En best wel veel cocktails gedronken met heel veel alcohol.
Nu moeten we naar een baseballwedstrijd. Maar ja, moeten. Of we hebben tickets voor een baseballwedstrijd, maar we gaan eventjes uitpakken. Het eten was bij elkaar $100. Duur eten hier hoor. Zo. Jij geen liedje wat je wilt zingen, boy? Heb je niet van een Nederlands liedje? Ik luister geen Nederlands liedjes. Luister je geen Nederlands liedjes? Op de vloer ligt een lege fles wijn. Het is een nacht. Dag. Nacht. Nacht. Nope. Die je normaal alleen in film ziet. Wil je een Drake kapsel? Wil je een Drake kapsel? Kijk. Deze. Eerder deze. Deze moet je hebben met deze blik. Dit is jouw blik ook. Ja. We zijn nu in een hele gekke tent. Donker, druip naar wc. En we gaan hier nog een cocktail drinken. En Boy gaat nu bestellen. Voor het eerst dat we onze ID moesten laten zien. There you go. Waar zijn we nu? Are we like really late for the guests? It's like the last inning. Okay. Yeah, we're a little late. Yeah, we are. Have a good night. Thank you. Terug van de baseballgame en we treffen dit aan. Een bord met chocolaatjes, een puzzel, volgens Boy, ik zeg altijd puzzel, met allemaal wit chocola. Vet leuk en lekker. Ik ga dit morgen wel opeten. Goedemorgen, het is een nieuwe dag vandaag. Onze laatste volle dag in San Francisco. Dus we gaan doen wat je eigenlijk op de eerste dag hoort te doen. Naar de Golden Gate Bridge. Yay! We missen hem niet hoor, we pakken hem wel mee. En het weertje is super lekker. Het is een nieuw van Justin Bieber. Hoorde het gisteren ook al. Thanks. Oh, you are my son. Leveren. En over de auto gesproken,
wil ik toch wel echt even een momentje nemen om Holiday Cars te bedanken voor het zo goed regelen van dit alles en dat we in deze vette auto hebben kunnen rijden. Zijn we blij? We zijn vet blij. Heel en ik heb natuurlijk ook wat hele mooie shots van de auto en die ga ik nu laten zien. We zijn nu op het vliegveld van Frankfurt. We hebben net een lange vlucht gehad vanuit San Francisco naar Frankfurt. We wachten op onze laatste vlucht naar Nederland. En dit leek me wel een goed moment om de vlog ook af te sluiten. En ook eventjes te zeggen wat ik het leukst vond. En hopelijk dat jij ook zegt wat je het leukst vond. Ik vond het leukst. Ik vond twee dingen heel leuk. Ik vond bij de cabin aankomen vond ik heel leuk. En dat zien en dat ervaren. Die dag met spelletjes op dat vensterbankje. En ik vond de dag dat we bij Altego gingen eten, vond ik heel leuk. En toen we naar de ballgame gingen, 2,5 uur te laat. Ik kan daar niks aan toevoegen. Dat waren ook mijn termen. Ja, vind je het ook leuk? In die hut vond ik sowieso, met die dag met de hiking. Dat is echt heel leuk, ja. Ik vond het echt een superleuke vakantie. Ik ben wel weer toe aan wat rust, maar ja, we gaan werken. En deze vlog die jij nu ziet editen. Ik wil in ieder geval bedanken Palace Hotel, dat we daar... Dat was echt top. En holidaycars.com voor... fixen van de vette wagen die we hadden. Ik vond Boy vooral heel leuk. Een hele vette jump shot gemaakt. Ja, die zijn wel echt heel vet. Als het goed is heb je die nu al gezien. Dus holidaycars.com, Kim, dankjewel. Wil je een auto huren? Daar gewoon doen. Super handig voor op vakantie. Nou, ik hoop dat je de vlog leuk vond. Ik zie je volgende week woensdagochtend 9 uur op YouTube kanaal. Ciao, doei.